Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Goedemiddag. Hallo. Hey. We hebben afgesproken voor een gesprek. Ja. Dan loop ik met u mee. Kom binnen. Goedemiddag, dames en heren. We zijn in het kader van de Hoede en de Rand op een hele bijzondere plek aan de Minderbroedersingel in Roermond. En mijn naam is, zoals u weet, Benno Kroeze. Maar wat is uw naam? Luc Peters. En wat doet u voor professie? Ik ben kunstenaar, beeldhouwer. Ja. Maar ook schilder, maar de laatste 10 jaar alleen beeldhouwer. En ik heb gelezen dat u op 2 kunstacademies gezeten hebt. Bent u bij 1 weggestuurd? Nee, dat heb ik van tevoren op de middelbare school wel 3 keer gepresteerd. Maar op de academie was het vanuit mijzelf. Tilburg was niet zo'n leuke stad. Er was weinig te beleven. De academie was trouwens wel heel erg goed. Wel heel schools, maar heel goed. En ik kreeg verkering. En dacht ik, want Tilburg was toen ver weg. Ja. Een treinkaartje zat er niet in, daar had ik het geld niet voor. Kon mijn vader ook niet betalen. Dus het moest met liften gebeuren. En dan ben je liever in Maastricht dan in Tilburg. Ja. Ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik in het tweede jaar naar Maastricht ben gegaan. En ik, een leuke stad. Ja, een prachtige stad. Ik heb iets gelezen dat u een anachronistisch kunstenaar bent. Wat houdt dat in? Anachronisch. Oh, sorry, anachronisch. Ja, ik zeg het. Ik zal je eerlijk vertellen, ik wist dat ook helemaal niet. Nee, ik wist niet wat het was. Ik zag dat daar staan ergens. Het was een Belgische recensent. Die had een stuk over mij geschreven. En ja, ik vond het een interessant stuk. Het was iets te bombastisch. Daar hou ik wat minder van. Maar in sommige dingen kon ik me vinden. En dat anachronisch, toen ik dat ging gebruiken, toen hadden mensen wel meer houvast van hij is anachronisch kunstenaar. En dat zei de meeste mensen wel iets. Blijkbaar. En alle galeries gebruiken het. Oh. Want als ze zeggen van stuur mij wat informatie, dan geef ik wat informatie. En dat anachronisch pikken ze er iedere keer uit. En het heeft natuurlijk te maken met eigenlijk... met mijn beelden in het heden en in het verleden tegelijk zitten. Precies. Dat is eigenlijk wat het betekent ook. Ja, daar wil ik straks nog even over hebben. U bent in uw jeugd geboren vlakbij ateliers van een hele beroemde Roermondenaar. Kunt u daar wat van vertellen? Ja, wij woonden achter het museum. En het museum is de grens dus ook aan het Kuipershuis van Pieter Kuipers. Ja. Die had zijn ateliers daar, de droogkamers. En ook daar werkten een aantal beeldhouwers. Ik denk soms wel een man of 10, 20 die daar een beeldhouwer waren. En tussen onze tuin, mijn slaapkamer en het Kuipershuis en museum zat niets, alleen lucht. Daar zaten dus geen gebouwen tussen. Dus zo makkelijk was het om de open deur, die eigenlijk altijd open stond, de achterkant van het museum. Daar werkte de conciërge, die had daar een groententuintje. En die schoffelde daar zijn tuintje. En de deur achter hem die stond altijd open. Dus voor mij was het in- en uitlopen bij het museum, dat vond die man ook prima, was heel normaal. Dus ik kwam al heel... Toen ik kon lopen, kwam ik ook al met kunst in aanraking. Terwijl ik helemaal niet wist dat zo was. Ik wist niet... Je weet op die leeftijd niet wat kunst is. Waren er toen... Nee. Maar daar bent u gewoon met de paplepel ingegeven. Ja, ja. Waren er toen ook nog kunstenaars aanwezig toen u daar binnenliep? Want ik heb het ook gezien, maar toen stond het leeg. Toen ik daar binnen ben gekomen, niet in het museum zozeer, want daar woonden geen kunstenaars, er was alleen kunst te zien. Maar in het Kuipershuis, daar waren dus beeldhouwers. Maar die waren al ongeveer, toen ik geboren ben, ze waren die al een jaar of 10 weg. Was Kuipers ook weg. Daar woonde toen een familie, Mulder, die zoon daarvan is toen nog huisarts geworden in Zwalmen. Die woonde daar toen. En ik weet wel dat in een gedeelte van dat Kuipershuis, daar hadden wel een paar kunstenaars nog atelier. Met bijvoorbeeld Wienand Teunissen. Ah, die is bekend. En daar kwamen wij dus als jongens, als qua jongens, kwamen wij daar wel eens en zagen het een en ander. Ook bijvoorbeeld ook in die
droogkamers waar die hele grote beelden allemaal stonden. Hebt u wel eens een beeldje meegenomen? Ik weet niet of ik het zelf ook gedaan heb, maar we hebben wel eens een beeldje meegenomen. Ja. Ik weet dat met de kop van Kuipers, een gipsen kop, daar was een stuk van de baard die diende voor op straat, linksafsprong, ja, voor linksafsprong te krijten. Ja. Oei, dat zou je tegenwoordig jammer vinden. Ja. Maar er was ook helemaal niets en niemand daar. Hè? Nee, het was alsof daar niet bekend was dat daar zoveel fantastische spullen lagen. Ja. En als kind van 8, 9, 10, 11 heb je daar geen besef van. Ik ben er wel eens binnen geweest via het poortje van de Pieter Kuiperstraat. Kon je daar ook binnen? De hockeydeur was dat vroeger. Oh, de hockeydeur. Oh, daar kon je tegenaan hockeyen. Ja. Want u komt uit een hockeyfamilie, hè? Ja. U hebt zelf ook veel gehockeyd? Ik heb zelf ook een tijd gehockeyd. Tot mijn 28ste ben ik gestopt. Nou, dat is een respectabele leeftijd. Ja, best wel lang, ja. En u hebt het woord totems, zegt u dat wat? Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Mijn werk wordt ook wel vaak totems genoemd. Ja. Ik heb het zelf eigenlijk nooit. Ik heb geen namen voor mijn werk, maar dat doen anderen. Net als dat anachronisch. Dat komt niet van mij, dat komt van iemand die dat vond. En zo is dat met totems hetzelfde. Het wordt gebruikt voor mijn werk. En ik heb bij totems altijd meer een Afrikaans de Indianen die hadden totempalen. Hè. Verder, ik heb daar wat minder mee. Nee. Maar ik vind het leuk gevonden en prima. Ik vond het ergens een stuk over u. Ja. Waar haalde u uw inspiratie vandaan? Ja, dat is een hele moeilijke. Ja, dat kan me voorstellen. Daar word ik ook. Denkt u er maar even over. Ja, dat is goed. De camera kan wel een kwartiertje uit, denk ik. Nou, zoals je ziet, veel uit het verleden. Hoewel ik op de kunstacademie geen interesse had voor kunstgeschiedenis. En eigenlijk nog steeds niet voor de geschiedenis, de jaartallen en de namen. Maar wel voor de dingen die gemaakt werden. Daar was ik heel erg door gefascineerd, ook altijd gebleven. En dus daar zitten ook hele duidelijke, soms Griekse, Romeinse of Renaissance, barokke elementen in. Gotische elementen, Ik ben daar wel dol op, dus dat een beetje archeologie zit er bij mij ook wel in. U raakt niet uitgeput daarin? Nee, nooit. Dat is onmogelijk. Oh, dat is een goed iets. Ja. Is er nog een ontwikkeling in uw werk of maakt u in principe een beetje dezelfde dingen? Dat klinkt negatief, maar zo bedoel ik het niet. Nee, er is duidelijk, blijft er een ontwikkeling in en je moet daar wel voor opletten. Op het moment is er vrij veel vraag, ook uit het buitenland. Echt veel. Ik moet bijna constant zeggen, gaat niet, lukt me niet. Tentoonstellingen of verkopen? Nee, tentoonstellingen. Ja. Ja. En daar zit wel natuurlijk ook verkoop aan vast, maar het zijn vooral tentoonstellingen. En dan moet je wel opletten dat je niet gaat produceren voor tentoonstellingen. Omdat het makkelijk is. Ja. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar ik denk dat er mensen om me heen zijn die wel een vinger aan de pols hebben als ik het zo doe. Maar ik zie het zelf nog niet. Uw partner ondertussen. Bijvoorbeeld, onder ja. Maar ik ben nu bijvoorbeeld met paarden bezig. En dat zijn eigenlijk zijn het portretten van paarden. Ik maak geen hele paarden. Nee. Die interesseren me verder ook niet. Ik maak dat stuk waar de mens heel veel invloed op heeft. Dat is namelijk op zijn kop, maar het zou ook een zadel kunnen zijn. Maar versieringen, beschermingen van het paard, zoals hier bijvoorbeeld een versiering van een paard. Die is niet klaar, maar ja. Die is in wording. Maar het zijn eigenlijk portretten waar dus duidelijk de mens de invloed heeft. Hè. Je ziet, er zit alles op. Ja, precies. En hij wordt in tom gehouden. En dat is ook de uitdrukking die ik graag zie. Want de paardenkop is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ja, want is dit een mal of maakt u hem iedere keer opnieuw? Ik maak hem niet iedere keer opnieuw, maar het zijn altijd eenmalige mallen. Dus het is een zandmal, die gebruik je één keer. Mm-hmm. Maar ik maak dan wel een serie portretten. Dat zijn wel allemaal verschillende, allemaal unica's. Terwijl bij een bronzen beeld is het gewoon hetzelfde. Ja. En dan praat daar niemand over. Ik maak na een aantal maak ik weer een nieuwe. Werkt u ook in brons of alleen in kerm? Ik heb wel in brons gewerkt, maar de materiaal vind ik allemaal te omslachtig. Mallen maken, ja. Dat kun je ook weer laten doen. Maar dat,
Je ziet dat vaak bij bronswerk, dat het gemaakt is door kunstenaars die weten van, hey, als ik dat doe, dan is het mijn vorm niet lossend. Dan krijg ik de mannen niet door elkaar. Oh ja, dat is aangepast aan het procedé. Ja, en dat zou ik niet willen. En deze structuren van de beesten, want je ziet ook dat er ook overal een soort krakelee effect in zit. Dat ze gebarsten zijn soms. Ja, mooi. En dat is bij een bronzen wordt dat heel moeilijk. Over u wordt wel gezegd dat het een raakvlak is tussen het antieke en het heden. Ja. Kunt u dat nog iets uitdiepen? Ik denk dat het redelijk voor zich spreekt. Archeologie. De Romeinse cultuur, de Griekse cultuur. Dat heeft mij altijd, ik heb het altijd heel spannend gevonden. Opgravingen. Ja, ik zou overal naar opgravingen willen gaan om met een penseeltje daar iets vrij te maken wat daar misschien verstopt zit. Laat u zich er ook door inspireren door foto's van Romeinse paarden die opgegraven worden? Of? Ik kreeg een aantal jaar geleden, ik denk nu 2,5 jaar geleden, een opdracht van een Duitse galerie. Die vroeg of ik mee wilde doen aan een internationaal voor beeldhouwers. En dat ging over paarden. Het was een Duits spreekwoord. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Oh, dat ik had er nooit van gehoord. Nee. Maar dat was het thema. En daar werden een 20-tal kunstenaars uitgenodigd om daaraan mee te doen. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik daarmee? Het was een galerie uit Frankfurt waar ik al vaker mee werkte. En die, ik had zoiets van, ja, ik zou het niet weten. Vraag me over een maand of zo nog eens een keer, dan weet ik misschien meer. En toen ben ik wel een beetje gaan googlen. En toen kwam ik het paard van, en ook op een boek, het paard van, Marcus Aurelius tegen. Zo, dat is een mooi paard. En toen was ik gevangen. En toen ben ik aan de slag gegaan. En hier staan die paarden van iets in de sfeer van Marcus Aurelius, denk ik. Ja, ze zien er ook heel trots uit. Hè? Dus ja, dat moeten ze zijn. Het zijn geen knollen die een zware kar trekken. Nee, en ze moeten ook rust uitstralen, stilte, sereniteit, soort termen. Ik las ergens dat u daar gevoelig voor bent. U hebt toch iets met kerken, ondanks dat ik begreep dat u niet gelovig bent. Maar wierook en... En dat soort zaken, sereniteit wat u zegt, stilte. Ja. Is dat nog iets uit uw jeugd of hoe komt u dan aan? Dat moet uit mijn jeugd, ja. Uit de Heilige Geestkerk? Maar... Bijvoorbeeld, wij gingen 's morgens naar de kerk. Niet alleen op zondag, maar op al die andere dagen ook. Dat deed u trouw tot wanneer? Ik denk 4e, 5e, 6e klas lagere school, toch wel. Mm. Ja. En heel ver tegenover ons zaten de meisjes. Die kon je bijna niet zien, zo ver zaten ze weg. Oh. Daar zaten de meisjesschool en wij zaten in de bankjes, eerste klas, eerste rij enzovoorts. En zaten wij omdat we dachten dat dat moest. Of dat we misschien van thuis gestuurd werden. Ja, we hoorden toen bij de maatschappij. Ja. Ik kan me nog wel herinneren uit mijn jeugd dat de Heilige Geestkerk is gebouwd. Dat is in de 50er jaren. Zeker, ja. Kan ik me ook nog goed herinneren. Dus eigenlijk hebben wij beiden nu een kerk overleefd. Ja. Want het is nu een gezondheidscentrum. Medisch centrum, ja. En geen kerk meer. Nee. Het was overigens kerk en meest rijke parochie. Ik weet niet of u dat weet. Dat wist ik niet. Maar de kerk had een probleem met vliegen. Ik weet niet of u dat meegekregen hebt. Nee. Er zaten allemaal vliegen in de koepel. En toen heeft de pastoor gevraagd of de parochianen geld in het bakje wilden doen om een parachute. En daar heeft een omgekeerde parachute in gehangen, dat die vliegen daar niet meer waren. Ja, ja. En er was een van de parochianen die deed 100.000 euro in het bakje voor de parachute. Maar dat waren nog goede tijden. Ja. Hebben uw ouders de kunst nog meegemaakt die u maakt? Nee. Ze hebben wel kunst meegemaakt van mij, maar dat waren vooral schilderijen. En hoe stond ze daar tegenover? Ze waren trots. Ja? Ja. U exposeerde toen al? Of? Ja. Ik heb toen ook een keer in het museum, op de Andersomweg, expositie gehad. Dus daar waren ze, mijn vader was apen trots. Ja. Hebt u hem ook geportretteerd? Nee.
Nee, dat is dan niet van gekomen. Nee, maar mijn vader had wel een belangrijke rol. Mijn moeder ook, maar mijn vader in, wat kunst betreft, omdat hij spaarde stenen. Ja, dat heb ik gelezen. Vertel u eens verder. Ja, hij was een soort amateurarcheoloog. Hij ging ook naar opgravingen. En dan kwam een volwassen man, die kwam dan met een steentje terug waar die apen trots op was. Ja. Dat is natuurlijk heel apart. En hij had, op zijn werkkamer had hij een hele grote kast, hele hoge kast, helemaal van glas van de voorkant. Een privémuseum. Daar had hij helemaal vol met stenen liggen. En daar liggen er hier ook wel een paar van. Ik weet dat hier de versteende paling in ieder geval hier ergens is. En dat is een beestje. Ik pak hem. Ik pak er nog een ander. Ik zie er hier nog één. Als u gaat zitten, kunt u het in de camera laten zien. Ja, maar ik heb de paling nog niet gevonden. De paling. Ga eens op de lucht af. Nee. Oh, hier is die. De paling. De paling. Een echte versteende paling. Dit is een versteende paling. Ja, je herkent hem ook aan die streepje hier onder maar, zijn dingen. Laat u maar aan de camera zien. Ja. Dit is een versteende paling. Zo. En dan hebben we het over, mijn vader zei dat dan, die is bijvoorbeeld 50 miljoen jaar oud. Ja. Maar hij had ook spullen zoals een ammonieten, die waren wel 500 miljoen jaar oud. Ja, en dat heeft mij altijd gefascineerd en nog steeds. Er zitten in mijn werk zitten vaak ook fossielen verstopt. Oh ja. En het feit dat ik een beestje van 500 miljoen jaar geleden, dat ik die een nieuw leven kan geven in een beeld, dat blijft mij fascineren. Dat vind ik heel Hebt heel u zijn museumkast georven of waar is die gebleven? Nee, die heb ik voor een groot gedeelte georven. Ja, ja. De anderen mochten ook wat uitkiezen, maar ik had toch de belangrijkere stukken. Hij heeft een heel belangrijk. En bijvoorbeeld dit. Dit is een versteend iets. Het is een dier. Ja, en deze. Okay, je ziet apart. Hoe die in de steen heeft gezeten. Ja, in geweldig. Een scherp vorm. Waar heeft uw vader die gevonden? Ik heb geen idee. Oh. Ik weet wel dat ik samen met hem wel eens naar Maastricht ging. In de buurt van Maastricht. Oh ja, daar heb je daar zaten, groeves. Daar kon je in die steen, die leisteen, die zwarte steen. Dat waren lagen. En als je die lagen van elkaar trok, dan zag je vaak een varens. Prachtig, en de zegelboom, ja. Dat was de eerste plant op aarde. Ja. Ook iets van, hebben we ook over 500 miljoen jaar oud. Ja. En als je mij dan vraagt van, geloof jij nog? Als ik dat bedenk, dan kan ik dat andere bijna niet geloven. Dat er meer is als normale evolutie. Dat Jezus de aarde heeft, of dat God de aarde heeft geschapen in 7 dagen. En, ja. Dat, nou, maar dat goed vind dat u niet eerder geleefd hebt, want dan was dat misschien een conflict geweest. Als je ongelovig was in de 50er, 60er jaren. Nou en of. Dan werd je door pastoor niet gewaardeerd. Nee. U bent geen missionair geweest? Nou, het is ook niet zo dat ik nou. Ja, jij zegt dat nu in de camera, maar ik ben niet, ik loop niet te koop met het feit dat ik het bijna niet meer kan geloven. Nee, ik zou willen dat er meer was, maar ik kan het niet geloven. Ik lees boeken over de Stoïcijnen. Die waren 500 jaar voor Christus, hadden die al teksten, die zijn ongelooflijk. Hè? Mm. En door allemaal dat soort dingen, allemaal die bij elkaar op elkaar gestapeld. Komt er een moment dat je denkt van, ja, maar ik kan het bijna niet meer geloven. Nee, je hoeft zich niet te verdedigen. Nee, dat is ook niet wat ik wil. Maar ik loop niet te koop met niet gelovig zijn. Nee, maar soms ik las het ergens. Ja, ja. Blijkbaar is het toch een keer naar buiten gekomen. Ja. Dat is ook helemaal niet erg. Klopt het dat u meer exposeert in het buitenland als in Nederland? Of is ja, dat, op het moment wel. En hoe komt dat? U bent wereldberoemd buiten Roermond. Nee, dat valt allemaal wel mee hoor. Maar er is, ja, er is in één keer vraag. Dat komt ook door Facebook, Instagram. Dan krijg je een heel groot bereik. En dan krijg je galeries die vragen van, zou je met mij willen samenwerken? En vindt u dat vervelend dat u, ik las Parijs, Brussel, ja. Milaan. Nee, niet Milaan, Florence. Florence, ja. Precies. Vindt u dat vervelend dat u daar beroemder bent als in Roermond? Nee, ik vind het prima. Ja? Ja. Als het uw werk maar gewaardeerd wordt? Ja, ook. En het is toch iets wat je altijd een beetje hoopt dat gaat gebeuren. En tuurlijk. Als je dan allerlei vragen krijgt en je moet zelfs nee zeggen omdat het gewoon niet dat lukt. Dat is een luxe probleem. Precies.
En nu is het voor de komende maand, eind van deze, het is nu 1 augustus al, hè? 2 ja. augustus. Eind van de maand dan gaan wij naar Italië. Wij, dat is uw partner? Met mijn vrouw, ja. ja. En, dan neemt u beelden mee of gaat u brengen? Nou, de meeste zit al in de kisten. Oh, ja. Ja, dus er zijn er nu al, ik dacht 5 onderweg. Mm-hmm. Nee, die zijn al daar. Boven staan nog 8 kisten, die moeten nog vertrekken. En dan gaan er nog een werk of 10 met mijn eigen vervoer mee. Met uw camper? Ja, met de camper. Ja. 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 En dan gaan we naar Pietrasanta. Dat is bij Lucca. Ja. Daar is dan 2 september de opening van de tentoonstelling. En hoe lang duurt die? Die duurt 4 weken. Dat is maar kort, hè? Kunnen ja, niet dat langer? Is, dat is, nee, dat is maar daar heel normaal. Ja. Oh. Nee, maar ik hoef daarna niet zo heel ver te slepen. Oh. Want dan hoef ik het maar te slepen een kleine 100 kilometer verder naar Florence. Oh, dus okay. Het gaat van Pietrasanta gaat het werk dan naar Florence. Ik moet wel weer bijbrengen. En dat doe ik dus met de camper. Ik wil net zeggen, stel dat het goed verkoopt, dan wordt het moeilijk. Ja, dan wordt het lastig. Ja. Hoe, meneer Peters, hoe wilt u later herinnerd worden? Wow. Grote vraag. Denkt u maar even. Ja. Met, door uw beelden of door uw werk? Of hoe wilt u herinnerd worden? Nou, ik denk dat als ik er niet meer ben, dat het 2 weken later geen haanbonnen naar krijgt. Nou, u leeft voort in uw werk. Dat wel, maar daar staat mijn naam nergens op. Nee, maar iedereen dus weet die dat koopt. Ja, oké. Dat signeert zal een beetje, u bewust niet? Bij de beelden is dat eigenlijk min of meer bewust geworden. Ja, ja u kunt maar er een plaatje op zetten. Ja, dat wil ik niet, want dat vind ik afleidend. Oh, ja, vind ik niet mooi. Nou, meneer Peters, ik vond het heel interessant en prachtig werk wat u maakt. En ik wens u heel veel succes met uw kunst in de toekomst. En ook in Nederland en in het buitenland. Dankjewel. Tot ziens. Ja. Dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.